Hoi, dit is Monique van Monium en vandaag ga ik je deze armband laten zien. Het is de armband die is ontworpen door Adele Griffiths op Instagram en Jay Silvares heeft een Engelse tutorial gemaakt en zij hebben mij toestemming gegeven om een Nederlandse versie te maken, dus daar ben ik heel erg blij om. Hij heet de Cassiopeia Bracelet. Ik vind hem zelf echt helemaal geweldig. Hij is zo mooi en niet zo moeilijk. Moet je eens kijken hoe mooi design het is. Ik zal de link naar de originele video onder de video plaatsen. En ook het Instagram account van Adele, want het is ook echt de moeite waard. Je hebt drie kleuren nodig. De kleur die je zo die streepjes wil. De kleur aan de buitenkant, zeg maar deze streepjes, en die komt ook hier in het midden naar voren. Dus het is dezelfde kleur, het paars. En dan heb je nog in het midden, daar heb ik die glinsterblauw gebruikt, in het midden een kleurtje nodig. Dus je kan drie kleuren kiezen. Ik zal hem even zo laten liggen. Ik ga zelf de buitenkant met deze roze doen. Dan die blauwe streepjes met groen. En de binnenkant met felroze. Dat leek me wel leuk. En wat je ervoor nodig hebt is of één haaknaald dubbelzijdig met allebei de haakjes. Of je kan ook zo'n haaknaald gebruiken. Dat laat ik je zien. Ook al heeft hij geen puntje hier, kan dat ook. Of je gebruikt twee haaknaalden. Dus twee van deze of deze combinatie. Ik ga het je laten zien. We beginnen met de kleur die je aan de buitenkant, wilt hebben. En die dus ook aan de binnenkant zo komt. En dat is bij mij roze. En daar neem je twee elastiekjes van. Dit is trouwens de Sweet Pink, roze dus. En de Sweet Groen, daar zitten glinstertjes in. En dit is de Hot Pink LA Limited Edition bandjes. Ook al weet ik dat niet iedereen dat heeft, heb ik er toch voor gekozen om deze bandjes te gebruiken. Omdat het gewoon leuk is om te zien hoe dat werkt. En voor mij is het ook leuk om ze dan te gebruiken. Maar deze armband is ook heel mooi met de gewone bandjes. En dan kan je altijd nog het midden doen met goud, wit of zilver. Of zwart van de metallic mix die wel in Nederland te koop is geweest. Je neemt dus twee bandjes van de buitenkant. En dan maak je een achtje van. Dit wordt je capband, zeg maar. Zo. En dan pak je nog een elastiekje van die kleur. En dan schuif je de capband op dit elastiekje. En één kant, de laatste kant, dus die het verste weg is van je haaknaald, die pak je weer op. En dat zijn er dus twee, omdat ik twee elastiekjes heb gebruikt als capband. Dus dan heb je dit. Dan neem je een ander kleurtje. Oh nee, sorry. Dan neem je nog een keer deze roze. Die zet je erop en dan haal je deze elastiekjes, dus de eerste, eroverheen. Zo. En dan ook de capband eroverheen. En dan dat eerste elastiekje, die moet je er weer opzetten. En dan het elastiekje wat je in je hand had ook weer. En dan heb je dus dit. Dan pak je een groene. Trouwens, ik raad aan, het begin van de armband is altijd lastiger. Als je eenmaal zo meteen het patroon weet, gaat dat heel gemakkelijk. Maar zelf kijk ik ook wel eens heel vaak het begin, omdat ik voordat ik weet hoe het moet. Dus dat raad ik je ook aan als je denkt, oh dat is ingewikkeld, want hij is echt niet moeilijk. Dus je pakt de kleur die je hier wil, van met al die streepjes aan de bovenkant. In mijn geval is dat nu groen. En ik haal hem door de eerste twee heen. De eerste twee elastiekjes, zo. En ik pak de laatste elastiekjes, het verste weg, die pak ik weer op mijn haaknaald. En ik zet de groene weer terug. En dan heb je dit. Dan gaan we naar de andere kant. Dus als je zo'n haaknaald hebt, dan schuif je hem naar de andere kant. Ik zal het even voordoen als je dat niet hebt. Dan pak je gewoon een andere haaknaald. Die schuif je hier zo in.
zorg je dat je al deze 5 lusjes hebt. Zo. Dan haal je deze voorzichtig eruit. En dan heb je hem dus ook omgedraaid. En dan zal ik zo laten zien hoe je deze ook kan schuiven. Ook al heeft deze geen kopje. Wat je dan doet is dat je hier deze capband die zit hier ook erop wil hebben. Dus je haalt het eerste lusje er eventjes af. Dan pak je deze 2 lusjes op. Dat is dus de capband. En dan zet je deze er weer op. Dan hou je even van elkaar af. Dat je goed weet dat dit de eerste is. Hop. Dan pak je een roze elastiekje. Dus van je buitenkant. Je haalt het eerste elastiekje eroverheen. Die hou je even vast, want die moet je straks terugzetten. En dan de 2 van de capband. En die laat je vallen. En dit elastiekje pak je weer op. En je sluit hem weer af met het elastiekje waar je mee bezig was. Dan heb je dit. Dan neem je weer een groene. Die zet je erop en die haal je door de eerste 2. Zo. En dan pak je weer de verste weg. Die pak je weer op, die roze. En je zet hem erop. En dan is dit je beginpositie. En hier zie je dus de gekruiste capband waar je straks de C-clip aan kan doen. Nou, dan begint het eigenlijk met dat we natuurlijk de middenste, dus die je zo hier in het midden ziet, die is donkerblauw. Donkerblauw, dan ga ik roze doen. En dit bandje wil ik onder deze middelste 4 hebben. Dit is nog de opzet straks. Die wil ik hieronder hebben. Wat ik dan doe, is je kan deze 2 eraf halen, eventjes vasthouden. Je zet hem erop en je trekt deze door de middelste 4. Zo, dan heb je dit. En wat je dan wil is dat je dit kleurtje en die, dus degene die je zo dwars hebt, die wil je er weer op hebben. Dus ik pak die weer op. Dus dat is zeg maar de eerste en de 4e. Die pak ik weer op. Ik sluit hem. En ik zet deze er weer op. Zo. En dan is dit wat je nu moet hebben. En dan is het belangrijk dat je onthoudt dat, of dat je het goed hebt dat deze groene, dus die je zo als streepje hebt, dat die aan de buitenkanten zit. Soms verwisselen die nog wel eens. Maar hij komt zeg maar van binnen en hij moet aan de buitenkant. En we zijn nog aan het opzetten en voor 1 keertje gaan we een paar bandjes omwisselen. En dat doe je alleen maar hierbij aan het begin. We gaan namelijk deze groene over die roze halen. Dat ze zo zitten. Hier ook. Dus dan heb je dit. En dan halen we deze roze weer daar overheen. Dus je wil dat de roze over de groene gekruist gaat. Zo. Dus dit is dan de positie waaruit je vertrekt. En wat we dan gaan doen is steeds een buitenkant en zo'n streepje. Buitenkant en een streepje, allebei de kant op. Dus we beginnen met een roze. Die haal ik door de eerste 3 heen. Zo. Dan pak ik de eerste weer op en de 3e. Dus dat is die groene. En dan kan ik controleren of het goed is, want hier zit een groene. Die ga ik er overheen halen en dat moet dezelfde kleur zijn als die hier aan het einde zit. Dus ik pak dan deze groene. Ik haal hem er overheen, ik laat hem zitten. Daar krijg je zeg maar die streepjes van. En ik zet deze weer terug. Dan pak ik de groene. Die zet ik erop. Ik haal hem door de eerste 3 opnieuw. En ik pak weer de eerste, dus dat is die felle. En dit keer de 3e is nu die roze, pak ik op. En dan heb je dit. En zo hoort dus dat deze 2 aan die kant zitten. En dat gaan we aan de andere kant hetzelfde doen. En dan ga je het dus aan deze kant ook doen. En dan hou ik even mijn haaknaald zo, omdat hier geen haakje zit. Je zet de roze erop en je haalt weer de eerste 3 eroverheen. Dus eerst groen. Dan roze en dan die felle.
En dan pak je hier ook de eerste en de derde weer op. Dus de middelste, of die felle bedoel ik. En de laatste, die groene. Dan haal je deze groene hier overheen. En je zet deze roze weer terug. Dan heb je dit. En dan neem je de groene, die zet je erop. Ga je ook drie eroverheen halen. Dus 1. Oh. 2 en deze. 3. En dan pak ik ook weer de eerste en de derde op. Dus deze, die groene niet. En nu dit keer is die roze de derde. En ik sluit die groene weer op. En dan heb je dit. En wat we dan gaan doen is weer zo eentje aanbrengen. Hieronder. En voor het gemak ga ik hem eventjes hierheen schuiven. Want dat is toch wel een stuk makkelijker voordoen. En als jij ook, net als ik, aangekomen bent bij dat puntje waar je dus niks hebt, schuif je hem gewoon ook even naar de andere kant. Om deze erop te zetten, dat is iets makkelijker. De volgorde moet dit zijn. Groen aan de buitenkant, dan roze, dan die felle roze in het midden, dan groen en in het midden heb je die roze. Ik pak deze. Die wil ik onder deze 6. Dus ik haal de eerste 2. Laat ik even los. Die kan je vasthouden. Dan zet ik deze erop. En ik trek hem door al deze 6 elastiekjes heen. Zo. En wat ik dan oppak is die groene. Dus de tweede is dat. Dit is de eerste. Dit is de tweede en de vijfde. Dus nummertje 2, 3, 4, nummertje 5. Dus de groene, zeg maar, pak je op die ook hier aan de buitenkant zit. En dan zet ik die er weer op waar ik mee bezig was. En dan zet ik deze twee weer terug. Eerst de roze en dan de groene. Je controleert weer even de volgorde, want dat is heel belangrijk. En je kan verder gaan. Je zet weer legt weer een roze neer en een groene. 2 keer voor iedere kant. En we gaan weer hetzelfde doen. Dus ik pak een roze. Ik haal hem door de eerste 3. Ik pak de eerste weer op en de derde. Ik wacht even. Ik haal deze groene er overheen. En ik zet deze weer terug. Ik pak de groene. Ik zet hem erop. Haal hem door de eerste 3. En dit keer hoef ik alleen maar de eerste op te pakken. En de derde. En dat is nu de roze. En dan weer af te sluiten. En ik zorg dat deze, die zeg maar in het midden is, als derde komt. Dan ga ik dat ook bij de andere kant doen. Ik ga weer eventjes verder op mijn dubbelzijdige haaknaald. Dat is wel zo makkelijk. Maar als je dus 2 haaknaalden gebruikt, kijk hoor, schuif je zeg maar deze er weer op. Dan zorg je dat je alle juiste lusjes pakt. Dus deze 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dus ik pak deze 9 lusjes. En ik haal deze er voorzichtig uit. Zo. En dit is dan de volgorde. Groen, roze, de felle, een groene en een roze. En hier ben ik nog bezig met groen, roze. Roze, groen en deze. Ik pak weer de buitenkant, de roze. Ik trek hem weer. De eerste 3 pak ik weer op. Ik pak de eerste weer op. En de derde, kijk, en nu bijvoorbeeld is het even fout gegaan, want de derde, dat moet de groene zijn. Want straks moet je deze groene er overheen halen. Dus die zijn verwisseld. Dus zorg ik dat die even terug verwisseld worden. Zo hoort het eigenlijk. En ik pak dus die groene. Zo kan je dus zien of je het goed doet. Want nu haal ik deze er weer overheen. En ik sluit deze weer terug. En dan pak ik opnieuw de groene.
haal hem door de eerste drie. Ik pak de eerste weer op. Die blijft altijd wel goed zitten. En de derde, en dat is de tweede keer, is dat juist de roze. En ik zet die groene weer op en het klopt. En nu moet je aan allebei de kanten hetzelfde hebben. En dat is ook zo. Dan is het weer tijd voor een midden. Die doe ik weer door deze zes elastiekjes. Dus ik haal de eerste twee er weer af. Die kan je vasthouden met je vingers. Bij mij gaan ze niet los, omdat het van die harde elastiekjes zijn. Maar je kan ze ook vasthouden als je bang bent dat ze losgaan. Dan trek je dit elastiekje door de middelste zes. Zo. En dan pak ik die groene, dus dat is de tweede, pak ik op. En de vijfde, dat is deze groene. En het elastiekje waar ik mee bezig was, sluit ik snel weer terug. En dan heb ik hier nog twee die ik erop moest zetten. Eerst roze en dan groen. Groen zit aan de buitenkant. En dan kan ik weer opnieuw beginnen. Nou, ik hoop eerst roze, dan groen. Ik hoop dat jullie een beetje al weten hoe het gaat. Ik zal het nog een paar keer voordoen. Je pakt de roze. Je haalt hem door de eerste drie. Je pakt de eerste op. En de derde. En dat moet een groene zijn. Dus dat klopt nog. Ik haal deze groene die hier in het midden zit eroverheen. Ik plaats deze roze weer terug. En dan pak ik de groene. Ik zet hem erop. Ik haal hem door de eerste drie. En ik pak weer de eerste en de derde. En dat is de roze. En ik sluit weer af. Ik zet hem er weer op. En dan heb ik dit. Dan ga ik naar de andere kant. Dus ik schuif hem naar de andere kant. Of je zet je haaknaald erin. Ik check even de volgorde. Met name hier. Eerst groen, dan roze. Kijk, en dan moet deze komen. Dus dat zat al niet goed meer. Dit moet de volgorde zijn. Groen, roze, de middelste roze en weer een groene. Ik pak de roze, ik zet hem erop. Ik haal hem door de eerste drie. Zo. Ik pak de eerste op. En de derde, en dat is dus die groene. En dan haal ik die groene eroverheen. En ik zet die roze weer terug. En dan moet dit de volgorde zijn. Dan pak ik nog een keer de groene. Een groene. Ik haal hem door de eerste drie. Ik pak de eerste op. Hou deze dan even met je duim vast. Ik pak de eerste op. En de derde, dat is de roze. En dan zet ik die groene er weer op. En dan heb je dit. En deze. Die moet altijd... Als je klaar bent met je patroontje, moeten er vier in het midden zitten en dan die twee roze komen. Dus dit is dan de goede volgorde. Dan is het weer tijd voor een middelste roze. Die ga ik weer hieronder doen. Dus ik hou deze weer even vast, die twee. Of ik laat ze weer even los. En ik haal deze door deze zes heen. Ik pak... De tweede, dat zijn die groene, pak ik op. En hier is dat de vijfde. Ik sluit hem weer af met het elastiekje waar ik mee bezig was. En ik pak deze twee weer. Eerst roze, dan groen. En dit moet dan de volgorde zijn. En je ziet het patroontje al ontstaan. Prachtig vind ik het. En je gaat weer verder. Met roze en groen. Ik haal hem door de eerste drie. Ik pak de eerste op. En de derde, dat is de groene. Dan haal ik deze groene eroverheen. En ik zet deze roze weer terug. Ik pak de groene. Ik haal hem door de eerste drie. Ik pak de eerste op. En de derde, dat is nu roze en ik... Sluit weer af met die groene. En dit hoort dan zo te zitten.
Ik schuif weer naar de andere kant. En dan gaan mijn bandjes weer uit in de slechte verkeerde volgorde zitten. Dus ik ga ze weer even goed doen. Eerst roze. Of eerst groen, dan roze. Dan deze. Dan groen, dan roze. Dat klopt, maar hier klopt het niet. Want die groene moet aan de binnenkant zitten. Dit moet de volgorde zijn. Groen moet aan de buitenkant. Dus de roze moet naar binnen. Zo moet die. Dus die moet over die. Eerst groen, dan roze, dan donkere. Ik pak weer een roze. Ik haal hem door de eerste drie. Ik pak de eerste weer op. En de derde, dat is dus, moet die groene zijn. Dan haal ik deze groene er weer overheen. En ik zet hem weer terug. En dan pak ik nog een keer groen. Ik zet hem erop, haal hem door de eerste drie. En ik pak alleen maar de eerste en de derde. Dat is nu roze. En ik schuif hem er weer op. Ik controleer. Deze moet een beetje aangetrokken worden. Zo, ik controleer de volgorde. Ja, het klopt. Groen aan de buitenkant, dan roze. Dan die felle en deze in het midden. Dus het klopt helemaal. Mooi, hè, wordt die. Gaan we weer één in het midden doen. Ik haal de eerste twee eraf. Haal hem door de middelste zes. Ik pak de tweede, dat is die groene. Ik pak de vijfde, dat is ook de groene. En ik doe die roze er weer op. En ik pak die laatste tweede weer op. En dan moet het er zo uitzien. En dan ga ik nog twee rondes doen. Je legt weer een roze en een groene klaar. En een roze en een groene. Ik pak de roze door de eerste drie. Ik pak de eerste en de derde op. Ik haal deze groene hier overheen. En ik zet die terug. En ik pak de groene. Ik haal hem door de eerste drie. En ik pak alleen de eerste op. En de derde, die is roze. En ik zet de groene er weer op. En dit is dan de volgorde. En ik ga naar de andere kant. En daar ga ik hetzelfde doen. Ja, mijn volgorde klopt nog. Groen, roze, donker. Ik pak een roze. Ik haal hem door de eerste drie. Pak de eerste op en de derde, dat is die groene. Deze groene gaat er overheen. En ik zet die roze er weer op. Dit moet nu de volgorde zijn. Ik pak de groene. Ik haal hem door de eerste drie. En ik pak weer op de eerste en de derde, dat is een roze. En ik zet die groene weer terug. En dan moet ik dit hebben. Ik pak een middelste. Ik haal de eerste twee lusjes er even af. Ik haal deze door de middelste zes. En ik pak de groene op. De tweede en de vijfde. Die is ook een groene. Ik zet die roze er weer op. En ik zet deze er weer op. Dit moet de volgorde zijn. En ik doe het nog één keer voor. En dan zal ik je laten zien hoe je hem afsluit als je klaar bent. Ik pak een roze. Haal hem door de eerste drie, de eerste en de derde. Deze groene er overheen. Roze terug. Ik pak de groene door de eerste drie. De eerste pak ik op de derde. En ik sluit hem af. En dat doe ik ook nog een keertje aan de andere kant. De volgorde klopt nog. Ik pak de roze. Haal hem door de eerste drie. Ik kom mijn poes kijken. Ik pak de eerste en de derde. Ik haal die groene er overheen. Ik zet die roze weer terug. Dit moet de volgorde zijn. Ik pak de groene. Ik haal hem door de eerste drie.
En ik pak de eerste. En de derde. En ik sluit hem weer af met de groene. Zo, dan zal ik je laten zien hoe je hem afsluit als je klaar bent. En dat is heel gemakkelijk. Je moet alleen zorgen dat je eindigt met zo eentje in het midden. Dus dat moet ik nu nog doen. Die ik dus door de middelste 6 haal. Dus ik haal de laatste tweede weer even af. Daar moet je dus mee eindigen. Je haalt hem door de middelste 6. Het moet allemaal wel goed blijven zitten. Zo. Je pakt de groene weer op, de tweede en de vijfde. En die rollen ze weer terug. En deze weer terug. Dan heb je 8 lusjes. En daar haal je gewoon de kleur die waar je ook mee begonnen bent en die aan de buitenkant zit. Dus de roze haal je daar gewoon doorheen in één keer. Dus je pakt zo'n roze. Je trekt hem door alle elastiekjes heen. En je ziet dat is een hele mooie afsluiting. En je doet hier een C-clip aan. Ik ga deze afmaken voor mijn dochter. Die zal er wel blij mee zijn. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik hoop dat jullie het net zo'n mooie armband vinden als ik. Moet je kijken hoe mooi dik die ook is. En hij zit heerlijk. Echt heel leuk. Je kan hem in alle kleuren maken. Geef de video een duimpje omhoog als je hem leuk vindt. Kijk eventjes naar al die prachtige armbanden die Adele heeft gemaakt. En ook de geweldige tutorials van J. Zalvaris. Die zijn zo handig en mooi. En ik hoop dat het gelukt is en ik zie je graag de volgende keer. Bedankt, dag!